Hero, our hero, continues his quest. But before climbing mountains, he needs some rest. Enjoying the silence and scenery, takes a dip in the stream to kill a bunny. Goedemorgen, middag of avond en welkom terug bij Krimi TV Skyrim. Weet je wat ik gek vind? Ik vind dit heel gek. Ik laat een hamer vallen op mijn hoofd. Niks aan de hand. Hamer doet helemaal raar, maar ik krijg geen schade of wat dan ook. Maar loop ik tegen een skelet aan of een ribberkast of iets dat op de grond ligt, krijg ik meteen bam schade. Ik vind het heel raar. In ieder geval, welkom terug. We hebben onze hamer. We hebben Uthgard bij ons met een fantastisch zwaard wat ik zelf gemaakt heb. Uthgard is alleen, heb ik gehoord, niet zo geweldig met two-handers. Dat is heel raar, want haar standaardwapen is een two-hander. Maar haar skills zijn blijkbaar one-handed. Dus... Oh, zie je wat? Ja, je ziet een wolf. Oké, nice. Blote vuisten tijd. Yes. Wolven over... Oh. Oh, Uthgard. Oh. Nice. Met je onzichtbare zwaard. Zag je dat? Ze is aan het roleplayen. Ja. Heel nice. Oh, daar komt een Ice Wraith. Die zijn wat krachtiger. Dus ik pak mijn hamer er even bij. Oei, oei, oei. Daar gaan we dan. Oké. Block increased. Altijd fijn. Oh ja, kijk eens aan. Geen enkel probleem. Wat gaan we vandaag doen? We hebben een paar questlines openstaan. Joining the Legion. Die moeten we eerst even afmaken. Dus we gaan naar Solitude. En daarna... Wat gaan we doen? Oh ja, ja. Ik ben eigenlijk wel benieuwd naar die Lost Expedition. Maar... dan dwalen we wel ver af. The Way of the Voice, de hoofd, de main questline, is altijd een goed idee. Voor die questline ga ik Uthgard echter wel alleen laten. Dus ik wil de Greybeards wil ik in mijn eentje zien. Dus Uthgard, ik neem je spullen af. En ik... ik neem gewoon alles mee. Zo. En ik moet je naar huis sturen. Ja. Het is gewoon iets... Het is iets dat ik zelf wil doen. Dat hele pilgrimage naar de Iverstead en de berg beklimmen. Dat is iets wat ik in mijn eentje ga doen. Dus ik ga naar Solitude. En ik zie jullie daarna... eerst in Solitude. En daarna gaan we onderweg naar Iverstead. Oh, hallo. Wat is dit? Take this and hold on to it. I'll be back for it later. I'll pay you good. Don't lose it. No time to talk. Snitch or double cross me and I'll kill you. I mean it. Oké. Oké. We gaan hem gewoon volgen. Kijken wat er gebeurt. Oh, kijk. Hallo. Did you see someone run past just now? Ik zou het knap vinden als jij hem niet ook zag. Hij ging die kant op. Thanks. Bastard stole from me. I'll catch him though. Goed bezig. Hulp nodig? Oh, ik heb wel zin in een partijtje knokken. Oh yes. Bam! Oh, dat was nice. Dat was heel nice. Oké, dan nemen ze armor mee en zijn lockpicks en zijn gold. Zo, volgens mij was deze helm van jou. Yes. Need something? Oh, je hoeft je helm niet meer. Oké, dan hou ik hem. Oké, doeg. Speech increased. Level up. Ik was even wat aan het verkopen nu ik hier toch was. Even kijken, level up en speech increased. Dat is altijd fijn. Kunnen we beter zingen aan het begin van elk filmpje. Goed, laten we eens even gaan kijken wat we allemaal kunnen upgraden. We kunnen aan de speech tree beginnen. Met allure, bribery, persuasion en intimidation vind ik ook heel belangrijk, maar nog niet. Allure, betere prijzen met het tegenovergestelde geslacht, dat is ook fijn. Deze is voornamelijk waar ik voor ga. Dan hoef je niet meer telkens naar de general store, maar kun je overal alles verkopen. Dan gaan we echter nog niet heen. We kijken even verder. Het archery gaat nu een groot deel uitmaken
van ons character voor de crossbow. Dus deze wil ik hebben. Ik wil straks Eagle Eye hebben. Dan kun je dus inzoomen. En met Steady Hand gaat de tijd dan ook langzamer. Dus kunnen we beter richten. En Power Shot voor Stagger met pijlen. Wat ook heel fijn is. We blijven echter als hoofdonderwerp... boeken die ik nog niet heb waarschijnlijk. We gaan echter nog steeds voor de two-handed en voor unarmed. Dus maak je geen zorgen. Dat zijn nog steeds mijn favoriete skills. Maar archery is een leuke backup voor inderdaad die vijanden die ver weg zijn. En dan kunnen we ze wat schade doen. Kunnen we die bolt ook terugkrijgen? Nee. Dat mag niet. Jammer. Maar dan kunnen we in ieder geval... hallo. Wanderer like you must have plenty of tales to tell. But I'm afraid I'm too busy to hear them. Waarom val je me dan lastig? Ga door. Ik was ook aan het vertellen. Maar goed. Ja, ga maar zitten. Neem een biertje of zo. Of een homp brood. Hoe het ook zij. Archery is een fijne skill om als backup te hebben. Maar dan moet het wel nuttig zijn. Het moet ook een beetje schade kunnen doen, uiteraard. Dus we blijven two-handed en unarmed als main aanval houden. Maar archery erbij. Eén ding dat ik me ook afvroeg. We hebben nu archery 21, bijna 22. En hier voor het kasteel staan archery targets. Je ziet de hele dag guards hierop trainen. En je kunt ze ook installeren in je eigen huis. Maar heeft het ook zin? Als ik dit doe, level ik dan ook archery. We proberen even een paar schoten. Een stuk of 5 misschien. Nog eentje dan. En dan kijken we eventjes of we ook archery experience hebben gekregen. Nee, helaas. Geen archery experience. Je moet dus echt in gevecht schoten doen. Deze kunnen we wel terugkrijgen, deze bolts. We moeten dus echt in gevecht schoten doen. Zal ik doen, vriend. Je moet dus echt schoten doen op een geldig target. Zoals vijanden en of guards. Dat mag ook. Don't you Nords put any stock in your own traditions? I thought the Moot chose the king. We're backing Elisif. When the Moot meets, they'll do the same. Ik ga er even bij zitten, dat kan nog lang duren. Not everyone's agreed to the Moot. You've been here long enough to know that Nords aren't always sensible. We follow our hearts. Oops. So what? Ulfric gets this crown and then suddenly he's high king? No, it's not as you simple. You have committed crimes against Skyrim and her people. What say you in your defense? Het was charcoal, man. Sorry. But if we found it first, sorry, you're smart here. Man. Now come along with us. We'll take any stolen goods and you'll be free to go. After you pay the fine, of course. Of course. Word ik naar buiten geëscorteerd ook nog omdat ik een charcoal per ongeluk oppakte? Wat is dit voor onzin? Fine armor you've got there. Dwarven make. Am I right? Dat klopt. En als jullie nog één keer zo'n grapje doen als met die charcoal, dan mag je het aan je gezicht voelen. Oké, terug naar binnen. Het ging over de Jagged Crown, als ik me niet vergis. De Jagged Crown heb ik een boek over gelezen hier in Skyrim. Ja. Don't you Nords put any stock in your own traditions? I thought the Moot chose the king. Ik ga jullie even onderbreken, sorry. Welcome back, soldier. I'm glad you made it in one piece. I'll send men to garrison the fort right away. You did well. I'm impressed. Nou, mooi. But before we go any further, it's time for you to officially join the Legion. Okay. Speak with General Tullius. He'll administer the oath. Take the oath. Gaan we doen. In the Legion, you'll be taking an oath binding you to the service of the Emperor and thus to every citizen of the Empire. Okay. Are you prepared to make that commitment? Uiteraard. Ik heb toch niks beters te doen. Well then, repeat after me. Upon my honor, I do swear undying loyalty to the Emperor Titus Mead. Dat is wel een hele mond vol. Kan ik wat bier tussendoor krijgen om de keel te smeren? Upon my honor, I do swear undying loyalty to the Emperor Titus Mead II. And unwavering obedience to the officers of his great empire. An unwavering obedience. Rikke kan teleporteren. Wauw, dat is niet de eerste keer dat het gebeurt in dit spel. Sorry, waar waren we?
May those above judge me, and those below take me if I fail in my duty. Yeah, zoiets. Long live the Emperor. Long live the Empire. Long live the Emperor. Long live the Empire. Welcome to the Imperial Legion, soldier. Just remember, we take care of our own. Once you're in the Legion, you're in it for life. Well, had je wel wat eerder mogen zeggen. He's normally out by the forge. He'll get you outfitted. Oh, nice. Now, if I'm not mistaken, Legate Rikka has a special assignment for you. Geweldig. Joining the Legion. Oké. Okay. The Jagged Crown. Ja, daar ging het net over, ja. Kan ik iets verder in dit gesprek? Moet ik eruit? If Ulfric gets his hand on that crown, it won't be a fairy tale. Welcome to the Legion, Auxiliary. Listen up. Auxiliary. I thought the Moot chose the king. We're backing Elisif. When the Moot meets, they'll do the sensible thing. Welcome to the Legion, Auxiliary. Listen up. Ja, kom aan. Ulfric's right-hand man, Galmar Stonefist, has located what he believes is the final resting place of the Jagged Crown. Nice. We're going to make sure he doesn't get his hands on it. Okay. The rest of my men are already assembling outside Corvinjune. Corvinjune. I'll meet you there as soon as I finish up here. Klinkt als een Noord Barrow. Okay. Not everyone's agreed to the Moot. Okay. You've been here long enough to know. Hier is een enchanting table. Hey, ja, eens even kijken of ik die enchantment al had van die helm die ik gekregen heb. Deze had ik nog niet. Destruction spells cost less. Altijd fijn. Illusion ken ik al wel. Dus die doen we weg. Ik weet dat we niks met magie gaan doen op dit character, maar het is toch fijn om alle enchantments te hebben. Oké, okay, we zouden hier armor moeten ophalen, maar Barent slaapt natuurlijk op dit tijdstip. Dus gaan wij... Oh nee, wacht. Hij is natuurlijk... Au! Oh, mijn benen. We could be friends. Fletching suits me. It's difficult and sometimes tedious. Wow, wat een menigte van mensen hier. Barent is hier binnen waarschijnlijk, maar dat is ook dicht, die winkel. Dus we gaan een slaapplek opzoeken. Oh. Being old's not so bad. A master vampire. Ik heb wat gemist. Daughter keeps me fed. Ik laat je helemaal naakt achter zo. Ik hoop niet dat er mensen zijn doodgegaan van wie ik nog een quest moet krijgen of zo. Nee. Oké. Okay. Het scheelt weer. Goed, laten we maar een kamer gaan... gaan nemen. En eventjes wat drinken. Oh, ik heb wel zin in wat drinken. Ik heb zin in iets wat de dorst goed lest. Huh. Dus even kijken wat voor specialiteiten ze hier op de kaart hebben. Dat is wel grappig. Met die Hardfire upgrade. DLC. Krijg je dus heel veel verschillende dranken erbij. En eten. En volgens mij verschilt dat ook per kroeg. Dus laten we lekker gaan zitten. I think I can oblige. Is dat zo? Vertel eens. Welcome to the Winking Skeever, friend. Waarom heet deze plek de Winking Skeever? Well, as it turns out, I had a pet skeever when I was a boy, and he used to wink. Is dat die daar aan de muur hangt? Je kept a skeever as a pet? Je had een huisdier skeever? They were smaller back then. Oh, nee, dan snap ik het. Heb je nog roddels voor me. I think the Bard's College might be looking for recruits. Bard's College. Speak to the head of the college, Viarmo, if you're interested. Dat zou ideaal zijn. Ik ben natuurlijk een zanger en iemand die graag drinkt en veel avonturen beleeft, dus het zou niet gek zijn om daar eens een keer te kijken. En nog meer roddels. I've heard Jari Raz hanging around the Wells district, looking for new blood to hire. New blood. Als het bloed vol met alcohol zit, is dan ook goed. En nog meer roddels. Arnius Junius stopped by here on his way to court. He was worried about something. I'm sure Falk Firebeard could tell you what. Okay. Nog iets dan? People say there's a man wandering the streets near the Blue Palace. He seems distressed, but he's not making any sense. Okay. Dat was het. This is an ode to Skyrim's okay. Staunch. Wat heb je? Take a look. The Imperials. Wat heb je allemaal zien? Even kijken. Honningbrew mead, jug of milk, Noordmead. Ah, weet je, ik zit wel goed. Zout neem ik wel even mee. Zout neem ik mee. Oké. Okay. Vriend, ik drink er eventjes eentje. Lekker. Remember the Winking Skeever next time your foot's sore. To the days come and gone, for the age of aggression is just about. Altijd fijn wat muziek op de achtergrond. We'll drive out the storm cloaks
Eerst die helm maar eens even af, want dit schiet natuurlijk niet op. Zo, stukken beter. Het is maar geleden sinds ik mijn gezicht heb gezien. Ach, nog eentje dan maar. Nog eentje. Oeh, lekker. Oh, mijn hoofd. Oh man, waar ben ik? Oh, dit is bij de Fletcher van het kasteel. Oké, daar is Berend. Oh, hallo. Oeps. Berend? Heb jij misschien wat Imperial armor voor me? Seems there's no end to the needs of the Imperials. But what can I help you with? No, Julius. I just have one question for you. Light, medium, or heavy? Heavy, natuurlijk. They don't make finer steel anywhere else. If this doesn't keep you from dying, nothing will. Okay. Now that's it. One free outfit per soldier. You lose that, or get it banged up. You'll need to pay like everyone else. Yeah, okay. Goed. Return anytime you need arms or armor. Uiteraard, ik ga hem even omkleden. Wel, het is beter dan naakt rondrennen. Ik hoop wel dat we mijn oude armen weer terugvinden. Ik vond het wel mooi, dat dwarven armen. Ja, deze twee handen, dat is mijn wapen. Of niet? If you're looking for opportunities to make some coin, well, I'm your man. Bedoel je niet je hagedis? Je bent geen man, vriend. Het spijt me, maar. Everyone needs work, right? I have good work for you. Ik heb werk zat. Ik heb zoveel quests die openstaan. We gaan niet de Jagged Crown doen. We gaan The Way of the Voice. Gaan we doen. Maar we gaan eerst even vlug langs huis. Om wat spullen af te leveren. En om misschien nog even te kijken of we nog wat kunnen maken. Oh, hallo. ik hoop dat we dat armor ook weer ergens terugvinden. Zou wel fijn zijn. Ik hoor wat. Bandits, bij mijn huis. Ik hoorde net ook een chief. Oh, kom op. Oh, kom op. Hier. Nice. Oh man, dat scheelde niet veel. Ik moet er echt om denken dat ik wat meer mijn skills ga trainen. Oh, er zijn nog meer. En een Luna Moth. Die dingen zijn nou niet zeldzaam, maar... Prepare to die. Huh. En wat nou als ik daar geen zin in heb? Hè? Huh? Wat dan? Mijn bandits rondom mijn huis. Het moet niet gekker worden. Dat ik mijn eigen huis... Ja, ik heb ook nog geen... Hoe noem je dat? Of gaan ze naar de andere kant op lopen? Of zitten ze... Op mijn huis? Zal toch niet? Op mijn huis? In mijn huis misschien. Nou ja. Hoe het ook zij. Ik ga gewoon naar binnen. En ik zie ze wel als ik weer buiten kom. Ai, ai, ai. Oké. Hoppa. Ik heb geen zin om met deze bandits om te gaan. Als het zo moet. We hebben ook nog steeds deze greenhouse die we vol moeten planten. Dus nu ik toch mijn inventory vol met ingrediënten heb, ga ik even kijken wat het beste uitkomt. Nou, we gaan ongetwijfeld veel health potions nodig hebben. En health potions doe ik nog steeds met een Blue Mountain Flower in de ene. Als één ingrediënt. En wheat als de tweede. En dat zorgt ervoor dat we en fortify en restore health hebben. Dus dat doe ik hier en hier. Oké. Dat kunnen we twee keer per grote plantenbak doen. Dus ik doe het hier nog een keer. Dan hebben we dus deze. Twee. En buiten hebben we er ook nog een paar. Oké, nice. En de laatste hier is wheat. Dan hebben we dus in totaal drie plekken waar
Wheat en Blue Mountain Flowers groeien. Dan komen ze ook onderweg nog heel veel tegen, dus we kunnen heel wat potions gaan maken. En als we hierop terug willen komen, dan doen we gewoon Activate en doen we er iets anders in. Dat is helemaal geen enkel probleem. We kunnen in deze zijpotten kunnen we ook nog wat doen. Er is een bepaalde potion dus, zoals ik zei. Daar heb je geen Giant's Tover nodig, maar daar kun je wel heel veel geld aan verdienen. Dus die wil ik ook doen, als ik me niet vergis. Ik doe hem in deze plantenbak. Was dat, wat was het ook alweer? More Tapinella zat er zeker weten in. Oké. Creep Cluster zat er ook in. Oké. En de derde was dan volgens mij Scalifoliota. Doen we dat? Alsjeblieft. Ja. Voor carry weight, stamina, magic. Dan hebben we hier nog één over. En we hebben hier nog wat over. Plus de plantenbakken aan de zijkant. Dus ik ga nog eventjes bedenken wat ik hier allemaal in wil hebben. En dan ben ik zo terug. In deze twee aan de muur heb ik Dragon's Tongue en Tundra Cotton. En dat is voor barter. En Tundra Cotton, die... Dragon's Tongue, als ik me niet vergis. Die hebben we ook dubbel nodig. Dus ik doe hem nog een keer, hier. Dragon's Tongue, want die hebben we ook nodig voor 200 damage. Samen met Fly Amanita. Dus die doen we ook, die doen we dan in deze losse pot hier. Fly Amanita, heb ik er ook... Deze. Heb ik er ook meer dan genoeg van. Je kunt, als ik het zo zie, meerdere in één pot planten. Maar volgens mij heeft dat geen nut. Heeft geen effect. Verlies je alleen maar meer spullen van. Dit laten we even groeien. We hebben de middelste pot nog. Ik zit nog te denken aan Heavy Armor, Smithing en misschien Stamina. Maar Stamina, de Purple Flower... Dat kan wel allemaal, maar daar hebben we... Even zien, deze heb ik al vol, hè? Ja, hier zit al wat in. Deze niet. Even denken. Ik kan in die drie kan ik nog weer dat geld verdien ingrediënten maken. Dat is ook wel handig. Oh, honeycomb, gratis en voor niets. Altijd fijn. Ik ga even nadenken en anders kan ik het altijd weer verwijderen. Oké, de middelste planter gebruik ik dan voor Thistle Branch. White Cap. Af en toe zal mijn stem een beetje vervagen, want ik heb de lijst hier naast me liggen. Dus ik moet af en toe eventjes wegkijken. En voor Heavy Armor. Heavy Armor is dus Thistle Branch en White Cap. En dan gebruik ik nog Tundra Cotton. Nee, niet Thundercotton. Blisterworth en Glowing Mushroom. Blisterworth en Glowing Mushroom voor smithing. Dan heb ik zo ongeveer alles wat ik wil. Glowing Mushroom, daar. Ik ging er al voorbij. Dan hebben we zo ongeveer alles wat we nodig hebben. Komen we erachter dat we bijvoorbeeld veel te weinig health potions hebben. Dan kunnen we dat zo gaan ombouwen. We kunnen nog even kijken wat voor potions we gaan maken. We hebben sowieso wat health potions nodig. Dat is gewoon een feit. Dus fortify, health, deze twee. We maken even 9 nieuwe potions. Hoppa, dat schiet lekker op. Heavy armor potions is ook nooit verkeerd. Dus we maken ook eventjes wat van deze. Carry weight voor het geld. Kunnen we ook even een paar van maken. En dan moet er nog eentje bij. En dat is de... Even zien, Creep Cluster hebben we. Mora Tapinelli en Scalifolitia. Tik lekker aan, krijgen we lekker wat levels van. Dus die maken we zoveel we kunnen. Hoppa, dat tikt lekker aan. Verder nog wat barter. Ja, waarom niet? Gewoon erbij maken. Altijd smithing trainen wanneer het kan. Voor de rest... smithing. Ik bedoel natuurlijk dat we altijd alchemy moeten trainen. Het is een van onze hoofdskills. We zijn al level 40 in alchemy. Dat is heel fijn. Restore stamina. Er zijn dus een paar dingen die je niet continu kan krijgen. Purple Mountain Flower kun je wel groeien. De rest allemaal niet. Maar we kunnen wel wat stamina potions maken. Want het is altijd effectiever dan een biertje drinken. Alhoewel.
Een biertje drinken is best fijn. Ik maak ze voor de experience dit keer. Oh, ik krijg er meteen extra effecten erbij. Zo. Hier maak ik een paar van. Met honing. Zo, en met skeeverhuid. En met een bij. Nou, het is toch weer wat extra. We hebben ook slow inmiddels geleerd. Oeh, dat zijn dure potions. Ik maak er een van. Weakness to fire hebben we niet echt nodig. Weakness to magic ook niet echt. Salt piles. Huppa, het is niet echt bijzonder. Nee, we gaan maar. We gaan maar weer uit alchemy. We kunnen dit verkopen. En dan kunnen we altijd natuurlijk eventjes de stad in. Ah, hier is mijn oude armor. Ik vind dit toch iets mooier, dit Imperial armor. Als we dat dwarven armor nou maar kunnen terugvinden. Goed, ik ga dus de spullen even verkopen en dan gaan we op avontuur. Oh. Oké. Okay. Heel erg handig. Goed bezig, Jan Frans. Nou, trekken we dat maar weer aan. Dat is toch iets sterker dan wat we al hadden. Zo, dat ziet er beter uit. Kijk eens aan. Huppa. Hamertje erbij. Goed, laten we eens kijken of die bandits nog steeds zin hebben in ruzie. Het ziet eruit dat we nog steeds mensen aantrekken. Kijk eens aan, een bandit. Chief nog wel. Niet lang meer. Oh ja. Oh, je hebt een speciaal zwaard? Of is dat je collega die mij lastig valt van afstand? Ik neem in ieder geval je steelspul mee. Hoppakee. Ja, zie? Shocks. Nice. Waar is je collega, bandit? Wat verstoppen. Ach, met je pijlboog. En je fur armor. Oh, kom op. Denk je nou echt dat dit indruk op mij maakt? Wegblijven van mijn huis. Ah, gratis bier. Nice. Oké, we gaan even op de verkooptour. En dan gaan we op avontuur. Nu we hier toch zijn, maken we ook onze crossbow superior. Het scheelt niet veel, maar die 4 extra schade kan het verschil maken in een gevecht. We hebben een flinke reis voor de boeg, want Iverstead ligt exact aan de andere kant van die berg. En we kunnen niet zo bij de berg oprennen. Ja, dat kan wel met een paard. Dat is een van de leukste bugs in het hele spel. Je kan met een paard kun je bijna verticaal muren oprennen. Maar we gaan toch eventjes de weg nemen, want dan kunnen we heel veel alchemy ingredients kunnen we vinden. Zoals vlinders, bloemen die we nog niet gezien hebben, etcetera, etcetera. Dus, we hebben heel vaak de main questline al gezien. Dus ik ga gewoon naar Iverstead. En als ik iets interessants of leuks tegenkom, neem ik het even op. Maar voor de rest skip ik alles tot ik in Iverstead ben. Dus ik zie jullie daar. Zoals een drakengevecht bijvoorbeeld. Dat vind ik wel enigszins noemenswaardig. Kom erop, draak. Land maar. I dare you. Waar gaan we heen? Wat gaan we doen? Ga je me nog aanvallen of hoe zit dat? Het ziet eruit dat hij uitgekeken is op mij. Dan gaan we kijken of we eventjes wat cheap shots kunnen krijgen. Voordat hij dicht bij onze hamer komt. Er is hier nog een beest blijkbaar dat hij graag wil aanvallen. Oh, hallo. Dat is niet de bedoeling. Ah, hij landt. Fijn. Tijd voor wat. Super hits. Oh, bandit. Ik ben bezig met deze draak. Dat zie je toch? Ach, kom op. Ik heb even geen tijd voor jou. Ik ben toch bezig met deze draak. Oh, yes. En we slikken lekker wat potions ondertussen. Haha. Zo. Ale. Daar was ik aan toe. Note to Rudolph. Rodolph? Your little stunts try my patience. I know my uncle has issues. But he is our watchman and you will respect him. No more sneaking in and out. No more games with his ledger or nails on his chairs. One more joke and you'll see how funny a day in the cage can be. Huh.
Oké. Het gaat waarschijnlijk over die dungeon daar. We gaan er niet al te afgeleid raken, want we hebben al meer dan genoeg op onze agenda staan. We kunnen altijd terugkomen, wat we waarschijnlijk ook gaan doen, maar niet vandaag. Another soul. Heerlijk. Hoppa. En we gaan verder. Oh, wauw. Ik sloeg hem zo van die rots af. Wauw, ik wist niet dat, dat die beesten zo ver weg konden vliegen als je ze een klap gaf. Nice. Here we go. Here we go. Ja, dat heb je goed gezegd. Oh, kom op. Dat schild heeft helemaal geen enkel nut op die ijzeren vuist van mij. Kom. Oh ja, heal maar. Hoppakee. En we laten je zoals gewoonlijk helemaal naakt achter. Oeh, spel die ik nog niet heb. Ik weet het, nogmaals, ik ga geen magic gebruiken. Toch ga ik alle spells leren, alle boeken lezen, etcetera, etcetera. Gewoon omdat dit waarschijnlijk ook mijn finale character wordt, wil ik deze character toch compleet hebben. Voor het geval ik aan het einde van deze playthrough nog iets anders wil doen. Je weet het maar nooit. We hebben hier een skeleton, niks bijzonders, bone meal. Dit is de ritual stone. Als het goed is kun je dan alle corpses om je heen tijdelijk tot leven brengen. Niet één, niet twee, maar allemaal. En dat is best krachtig. Maar is niet bestemd voor ons. Wij gebruiken de Steedstone. Zodat we kunnen rennen met ons heavy armor. Zonder dat het gewicht heeft. Zonder dat we er last van hebben. Goed, we gaan verder. Even kijken of we nog wat cheap shots kunnen krijgen. Op deze wolven. Nice. Heel nice. En dat is te dichtbij. Hoppa. Drie dubbel nice. High five. Er is hier een pad over de berg wat me nog nooit is opgevallen. En hier is ook een stormcloak camp. Daar beneden. Oeh, ik moet me daar maar niet vertonen. Denk ik. Lijkt me niet verstandig om dat te doen althans. Ik loop over de rug van deze rotswand. Wat ook niet al te verstandig is. Ik denk dat ik word aangevallen als ik hier in de buurt kom. Ik word gezien. Waarschijnlijk door deze paarden. Ik denk niet dat ik hier welkom ben. Oh, nee, kijk. Hij is boos. Hij is ook boos. Zijn jullie allemaal boos? Can't wait to kill another Imperial. Oké. Move along. Ja, dat dacht ik al. Het zijn er iets te veel om in mijn eentje aan te kunnen. Ik denk niet dat we dat gaan doen vandaag. Lijkt me alles behalve verstandig. We draaien maar keurig om. Toch ben ik benieuwd waar dit bergpad heen leidt. Dus we gaan eens even kijken waar dit uitkomt. Ik ben hier nog nooit geweest. In al die jaren dat ik Skyrim speel, bijna 2 jaar, heb ik nog nooit dit bergpad gevolgd. Even kijken waar we komen. Er is hier een passage door de berg heen en heel veel geiten. Oh, in de butt. Oh, netjes. Kunnen we ons archery een beetje trainen? Want dat is ook belangrijk. Oh, yes. Bam. Dat was... Is ze horen? Wauw, dat is echt ernstig. Goed. En er is nog een derde geit. Ook raak. Geen actieschot bij die derde, maar... Wel raak. Vind ik niet erg. Ik heb toch mijn satisfaction weer binnen. En zoals het er nou uitziet, kunnen we hier gewoon oversteken, dit gedeelte van de berg. Wat ik normaal dus helemaal om zou lopen, daar langs, aan de voet van de berg, hier loopt een rivier. Daar zou ik normaal langs gaan en nu gaan we gewoon over de berg heen. Wauw. Nou, zo leer je elke dag wat en je ontdekt altijd nieuwe dingen in Skyrim, al speel je het al bijna 2 jaar. En hier zijn we al bijna in Iverstead, ik zie het al op de minimap. En hier hebben we ook een Angry Troll. Even kijken of we... Nou, geen sneak shot, maar wel een cheap shot kunnen krijgen.
We staan aan de andere kant van de rivier. Hier is ook klei trouwens, handig. Nou hebben we thuis meer dan genoeg, maar... Oh ja. Oh, we worden meegesleept met de rivier. Oké. De troll is nu binnen ons bereik, dus hij gaat waarschijnlijk terugkomen. Om ons aan te vallen, maar wij kunnen nog wat schoten eruit krijgen. Oh, hij regenerate natuurlijk. Hoppa. Eerst zetten we hem in de fik, want dan kunnen de trollen niet tegen. En nu maken we hem af met de hamer. Hoppa. En een klap in het gezicht. Zeer nice. Hij was hier bezig met deze eland. Deerhide nemen we mee. Ach, allemaal stormcloaks. Corpses. Oligalkum. Nice. En hier is het dan, de voet van de berg, the throat of the world, met die cave met beren aan de voet. En hier is Iverstead. Ah man, lang geleden ik hier geweest ben. Iverstead. Iverstead heeft best coole quests en dat moeten we niet onderschatten. Maar ik doe het toch altijd. Dit gesprek, ja, dit hebben we natuurlijk meerdere malen meegemaakt met onze oudere characters. Dus we kunnen aan hem vragen, ik skip even door het gesprek. Want dit hebben we al een paar keer gehoord. We kunnen de spulletjes omhoog brengen voor een klein beetje geld voor Klimek. Nou, dan doen we dat ook gelijk maar even. Iets waar ik voor moet oppassen. Ja, wolven en footing natuurlijk. Hartstikke leuk. We gaan hier eventjes in de inn. Gaan we een dutje doen. Ik neem hier eventjes het wheat neem ik mee. Dat is gratis op te halen. We hebben hier ook twee, niet één, maar twee tombes in de buurt. De eerste ligt hier direct achter de inn, wat heel eng is. Hier hadden we de vorige keer ook die quest over het spook. Ik weet niet of jullie dat nog weten. Met ons vorige character moesten we hier een spook wegjagen en daar is nog zo'n tombe. We gaan niet allebei die tombes weer doen. Misschien doe ik dat off-camera. Want we weten nu wel hoe dat gaat, dat ik net zoals nu deze reis gewoon alleen eventjes de interessante korte stukken doe. Die leuk zijn om te zien, zoals mooie kills en items die ik vind, et cetera, et cetera. Maar we gaan eerst maar gewoon lekker slapen hier in de Wylmer Inn. En daarmee beëindig ik deze aflevering. Daarmee zeg ik, dames en heren, hartelijk bedankt voor het kijken naar de nieuwe aflevering van Creamy TV Skyrim. Ik heb nog steeds heel veel zin in deze serie. Ik ben nog steeds blij met hoe het loopt en hoe het gaat. En ik hoop dat jullie dat ook zijn. Dat jullie ook zin hebben, plezier hebben. Dag Bassianus Axius. Dat is volgens mij ook een Imperial, dat kan niet anders. Goed, ik ga hier eventjes een dutje doen. En dan zie ik jullie de volgende keer bij Creamy TV. Huh? Waar ben ik? Oh man. Ze hebben me gewoon begraven. Nou. Oké. Tijd om de uitgang te vinden, vriend. Ik moet er langs, sorry. Yeah!